want die situatie na corona die laat nog steeds wel behoorlijk op zich wachten. We praten over de impact op de samenleving, impact op het onderwijs, op jongeren en op het klimaat. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat moeten we nu doorpakken om het straks beter te doen? Ik heb vier fantastische gasten hier aan tafel. Heel fijn dat jullie er zijn. Wouter, om met jou te beginnen. Je bent toch namens D66 een van de corona-chefs binnen het kabinet. Samen met Kajsa natuurlijk. Jij had toen dit allemaal begon in maart, misschien iets eerder, niet het idee waarschijnlijk dat die chef de coronafunctie zo lang geprolongeerd zou worden. Nee, dat had ik inderdaad niet. Nee. Bevalt het nog? Nee. Nee. Ik vind er helemaal niks aan. Nee. Nee. Nee, maar het is wel nodig, helaas. De laatste weken gelukkig wel wat positief nieuws over de ontwikkeling van de vaccins, maar we zijn er nog niet. We hebben gewoon een lastige winter nog waarschijnlijk te overbruggen. En zoals je weet ben ik heel erg bezig met de steunpakketten om banen overeind te houden. En dat is meer dan een dagtaak. Ja. Hoe ziet dat eruit, die steunpakketten, ook richting de toekomst? Want ook dat duurt dus allemaal langer en de noodzaak is natuurlijk enorm. Maar ja, hoe ziet die toekomst eruit? Is het nog vol te houden? We hebben eerder al als kabinet gezegd dat we tot 1 juli volgend jaar doorgaan met de steunpakketten. Dus de loonkosten, de TOZO voor de zelfstandigen en de vaste lasten. En we zijn nu midden in een discussie over wat doen we op 1 januari. Gaan we versoberen of toch niet? Ook omdat we met name in sectoren als de horeca, de kunst en cultuur, de evenementenbranche, vallen natuurlijk harde klappen. Er zijn heel veel ondernemers in onzekere tijden. Dus daar willen we als kabinet graag steun aan geven. En we zijn dus nu aan het kijken hoe we dat op de beste manier kunnen doen. Om nogmaals zoveel mogelijk banen overeind te houden en mensen door de crisis heen te kunnen helpen. Ja, in die zin is het natuurlijk ook echt nog crisis. Het is nog steeds alle hens aan dek. Dan is het misschien lastig soms om naar een probleem te kijken wat ergens verder weg voelt nog. Het klimaatprobleem waar jullie, Leonie, als jonge democraten natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Is daar voldoende oog voor nu tijdens de coronacrisis? Ja, ik denk ja en nee. Het probleem is zo groot dat er natuurlijk, er is nog lang niet genoeg aandacht voor. Maar wat we natuurlijk wel zien is dat er bijvoorbeeld als er steunpakketten voor bepaalde sectoren zijn, dat er een bepaalde roep ook uit de samenleving komt. Van goh, denken jullie wel aan duurzaamheid? Dat zagen we bijvoorbeeld bij het steunpakket aan KLM. Zeker. Dus ja en nee. En wat mij ook wel hoopvol stemt is dat we dus nu zien dat we miljarden uit kunnen geven aan een crisis. Nou, dat is voor de klimaatcrisis helemaal niet nodig. Dat is een fractie van dat budget wat er nu wordt geïnvesteerd in corona is nodig om het klimaatprobleem op te lossen. Dus eigenlijk stemt me daar best wel hoopvol. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Wouter? Nou ja, wat Leonie zegt klopt. KLM steunpakket zit in duurzaamheidseisen. Ik denk dat de grootste winst voor de lange termijn zit in het naar voren halen van investeringen. In de woningbouw, in klimaatneutrale huizen, in de duurzame energievoorziening. Dat we dat soort dingen ook als kabinet nu doen. Om ook werkgelegenheid naar voren te halen. Ja. Maar ook om die investeringen die toch noodzakelijk zijn voor de toekomst nu alvast te gaan doen. Ja. En dat zijn we natuurlijk ook aan het doen. Dat is natuurlijk wel het mooiste scenario waarin die dingen eigenlijk hand in hand zouden kunnen gaan. Never waste a good crisis. We kwamen net al eventjes voorbij, Frank, toen ik met jou sprak. Je bent burgemeester van Almere, maar ook voorzitter van de veiligheidsregio in Flevoland. Wat zie jij nou als positieve lessen die we kunnen trekken uit deze coronacrisis? Ik heb gemerkt dat de inwoners van mijn stad, maar ik kan het ook breder trekken naar de provincie, Flevoland. Je gaf het net al aan, ik ben voorzitter Flevoland voor de veiligheidsregio. Dat die dichter bij hun woon- en leefomgeving betrokken werden en het meer gingen waarderen. Sterker nog, ze gingen het zelf opruimen, wat weer leidde tot een ander vraagstuk. Ja. 3 keer zoveel vuil wat we te verwerken hadden. Maar het feit dat ze opeens hun leefomgeving gingen waarderen, maar ook gingen omkijken naar de mensen in hun directe omgeving. Dat merk je nadrukkelijk in die eerste golf van corona. Ja. Zijn dat nou bestendige ontwikkelingen? Heb je het idee dat mensen daar op een gegeven moment toch dat een soort vermoeidheid optreedt? Of dat een duurzame nieuwe benadering is? Nou, bij sommige maatschappelijke organisaties, in mijn stad is dat bijvoorbeeld Almere City, die heeft zich ongelooflijk ingezet om jongeren of jongvolwassenen of senioren, om ze toch even te bedienen, te faciliteren. En daar zijn ze mee doorgegaan. Dat is alleen maar kwaliteit. Maar je ziet zo bij die tweede coronagolf, zie je opeens dat mensen toch weer dat individualisme langzaam maar zeker weer die boventoon voert. Ja. Spijtig. Wij als overheid kunnen alleen maar die goede initiatieven blijven faciliteren en ondersteunen. Ja, ja. Leonie, wilde je daarop reageren? Ja, ik zag je eventjes zo gaan. Vinod, dan ga ik naar jou. Want jij bent rector aan de Vrije Universiteit. Als je kijkt naar onderwijsinstellingen en vooral de mensen die gebruik maken van die instellingen, dan zitten die dus eigenlijk nu constant onderwijs te volgen via Zoom-meetings en andere digitale oplossingen. En het is natuurlijk fijn dat dat kan, maar je mist ook een heel stuk interactie. Nee, dat is zeker zo.
Kijk, wij hebben in 3 maanden, denk ik, een transformatie gehad die eigenlijk de afgelopen 10 jaar in onderwijsinnovatie bezig was. Ja. Dat is een fantastisch ding, maar er zit natuurlijk de balans. Studeren doe je samen. Ja, dat doe je niet alleen en dat doe je niet achter een scherm. Dus we zijn ook heel blij dat wij die kans hebben om in beperkte mate wat fysieke onderwijs te geven. Maar we willen ook nog graag meer kansen hebben. Maar wat ik wel zie is dat die transformatie en de innovatie die wij wel hebben bereikt, hè, dat blijven we ook nog doen. Mm-hmm. Ook in een post-corona moment. Misschien is de balans dan anders. Ja. Ja. Maar dat is iets dat wij ook nog zelf moeten weer ontdekken. Maar dat doe je ook in een co-creatie samen met de studenten. Ja, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Jij zit natuurlijk al met de Jonge Democraten, denk ik, ook in een club met mensen waar ook heel veel studenten bij zitten. Hoe ervaren die dat? Nou, volgens mij hebben we echt te maken met een best wel groot probleem. Want studenten die zitten gewoon ontzettend veel thuis. En we zien dat de psychische problemen onder jongeren gigantisch toe aan het nemen zijn. En daar is gewoon vrij weinig oog voor, lijkt het nog steeds wel. Mm-hmm. Vanochtend hebben we gesproken met de rector van de Erasmus Universiteit. En hij gaf ook aan, nou, ik ben best wel bereid om eens een pilot te gaan doen. Om met een bepaalde groep studenten die 1,5 meter even los te laten. Want we doen het wel voor middelbare scholieren tot 18 jaar. En dan gaan ze naar HBO of naar de universiteit of naar het MBO. Zijn ze zelfs nog jonger. En dan mag het opeens niet meer. Ja. Dat is heel raar. En het is voor deze groep in de samenleving zo ontzettend belangrijk dat ze die sociale contacten hebben. Want dat vormt hen zo enorm. Dat deze tijd kunnen ze ook niet meer inhalen. Nee. Leonie, hoe zouden we dat kunnen doorbreken? Heb je ideeën over, suggesties? Want 3 miljoen Nederlanders die hebben een, zeg maar, eenpersoonshuishouden. En dat eenzaamheidsverschijnsel komt in alle leeftijden voor, constateer ik. Maar als we kijken naar die studenten, hoe zou je het kunnen doorbreken, die problematiek die je beschrijft? Dat is echt gigantisch ingewikkeld. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat de studenten worden betrokken bij het beleid wat er nu wordt gemaakt. Dus dat die studenten een keer uitgenodigd worden aan de tafel. Maar dat het ook niet alleen op universiteiten, dat zijn hele belangrijke plekken, maar ook echt bij het kabinet dat er een keer wordt gevraagd, nou, wat zijn nou maatregelen die de studenten echt kunnen helpen? Wij hebben een minister op onderwijs. Volgens mij zouden we echt met haar het gesprek aan moeten gaan. Wat is er allemaal mogelijk maar nu? Dat gebeurt ook wel. Hoor. Even, ik weet dat Keizer als minister van Binnenlandse Zaken ook contact heeft gehad met jongerenvertegenwoordigingen. Ook bij eerdere besluiten over het virus. Maar ik ga deze oproep even ook doorvertalen naar mijn collega's in het kabinet. Ja, dus je zegt dat het gebeurt wel ook. Het gebeurt wel, zeker. We hebben ook echt wel de afgelopen maanden vaak contact gehad met jongeren, met jongerenvertegenwoordigers, met studenten. Wat we ook zien, dat daar echt wel forse klappen vallen. Als het mensen die gewoon thuis moeten blijven, geen fysiek contact hebben op de universiteit. En inderdaad toch psychische belasting komen. Dat geldt ook voor mensen die al heel lang thuis moeten werken. Hè? Die ook bijvoorbeeld met kinderen ook thuis zitten. Ja, maar kijk, het is niet alleen voor studenten. Het is ook wat Van Frank zei. Het is ook bij mijn docenten precies hetzelfde. Ja. Ook de ondersteunende staf. Wij missen elkaar. Ja. Hè? Kijk, we zijn sociale dieren. Precies. Hè? Dus wij moeten in ieder geval ook nog bij elkaar komen om ja, misschien een kop koffie te drinken over de werkinhoud te praten. Ja. Deels gaat het om het feit dat wij proberen landelijke richtlijnen te gebruiken. En die richtlijnen zijn voor iedereen toepasbaar. Maar als je kunt experimenteren, maar dat moet niet ad hoc op een instelling gebeuren met verschillende groepen, dat er verschillende type richtlijnen, dan kunnen we die proeven die jij over sprak en dat Roger en Evelien over spraken, dat kunnen we misschien wel echt proberen. Ja, je moet differentiëren per doelgroep. Ja. Ja. Wat natuurlijk ook een onderwerp is waar je heel veel over hoort, is ventilatie. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn om de collegezalen zo in te richten dat er misschien mogelijk wel fysiek onderwijs zou kunnen? Kijk, het is heel erg gebouwspecifiek bij ons. Wat je ook merkt is dat die ene gebouw een andere type ventilatie heeft dan de andere. Op dit moment, waar wij zitten met 20% bezetting, is ventilatie helemaal niet een probleem. Nee. Die draait op 100% terwijl de bezetting 20% is. Ja. Dus de ventilatie is niet een issue bij ons op dit moment. Ja, maar daar hebben we voldoende aandacht voor. Ja.
Oké, heel goed om te horen. Jij zei van het is herkenbaar, eenzaamheid onder jongeren. Ik kan me ook voorstellen, hè, dat is natuurlijk breder dan alleen studenten. Dat is nog een beperkte groep onder de jongeren. Hoe kijk jij daaraan tegenaan in jouw gemeente? Jij herkent dus wat Leonie schetst. Volstrekt. En dat, ik was blij met de steun die jij gaf, Inot. Want ik zie het ook bijvoorbeeld bij senioren. Onlangs sprak ik een mevrouw van 83. Die maakt fantastische fietstochten, kriskras door het land. En die zei, Frank, je mag alle maatregelen nemen, maar blijf af van mijn mogelijkheid om te kunnen sporten. Want dan ontmoet ik nog mensen in de buitenlucht. Ik ben dan blij mee met dat soort signalen en dat soort gesprekken. Ja, daarmee heft zij haar eenzaamheid eigenlijk op. En zo geldt het denk ik ook voor veel meer mensen die nu nog onder de radar leven, dat we daar oog voor hebben. En ik ben blij met die maatwerkgedachte dat jij die oproep doet. We moeten kunnen kijken en differentiëren binnen bepaalde doelgroepen. Ja. Volstrekt mee eens. Ja, en kijk, wij hadden niet kunnen voorspellen dat dit zo lang zou duren. Exact. Dus daar gaat het om. Hè. In het begin was het korte termijn, wij doen het voor iedereen ja, in één soort manier. Crisis, ja, crisis. Ja. Maar zoals je zei, hè, tweede golf zie je toch wel een andere gedrag. En als een derde golf komt, is dat gedrag ook weer anders. Hè. Dus nu moet je denk ik toch wel nadenken over andere type maatwerk en differentiëren. Op welke manier wordt daarover gesproken in het kabinet, vraag ik me dan af. Want jullie, we horen natuurlijk toch vaak op de persconferenties, we moeten ons met elkaar ook verantwoordelijk voelen voor die crisis. We moeten ons houden aan de maatregelen. Maar dat is dan elke keer weer dat strenge verhaal, wat heel begrijpelijk is. Maar is het vol te houden? Ja, dat is precies het gesprek wat we ook hebben onderling ja. met elkaar. Hoe kun je nou op de meest effectieve manier het gewenste gedrag soms afdwingen en soms verleiden. Dat je mensen verleidt om het goede gedrag te vertonen. Want hoe je het ook bent verkeerd, als dat virus elke keer weer oplaait en de ziekenhuizen volstromen, dan is dat toch weer ook echt een probleem. Niet alleen voor de mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook voor de gehele maatschappij. Voor alle sectoren van de economie, maar ook voor eenzaamheid en alle psychosociale klachten. Dus we proberen hier als kabinet door gedragswetenschappers uit te nodigen, door mensen mee te laten denken van hoe je dit op de meest effectieve manier, dat je rekening houdt met het menselijke aard. Mensen willen elkaar zien. Mensen willen elkaar af en toe gewoon fysiek spreken. En dat is wel een hele ingewikkelde uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Dus af en toe hoor je ook, hou vol, we zien uw problemen. Maar als deze besmettingen zo hoog blijven zoals ze nu zijn, is er weinig ruimte, zou ik maar zeggen, voor heel veel verlichting. Dan zullen we toch het moeten hebben van het goede gedrag. Maar in die boodschap van hou vol, vind ik ook dat je mensen continu moet uitleggen welk perspectief je te bieden hebt naar de toekomst toe. Want dus, jij zei terecht over de regelingen, mijn complimenten daarvoor. Ik vind het fantastisch het pakket wat de Rijksoverheid bedacht heeft. Dank je. Als ik de horecaondernemers spreek, velen van hun zijn gewoon onder water. Ja die zijn gewoon technisch gezien failliet. Dat spreken ze ook tegen mij uit. De Koninklijke Horeca Nederland schat in dat 50% van de horecagelegenheden eigenlijk technisch failliet zijn. Ja, ik spreek horecaondernemers die zeggen tegen mij, wij bieden ons hotel of ons etablissement nu aan als je maar voor niks. Als je maar het huurcontract overneemt voor de komende 4 jaar. Ja. Dat is een werkelijkheid en daar moet je niet aan voorbij gaan. Vanuit die werkelijkheid, daar heb ik mee te maken. En dan ben ik blij met de regelingen die er van de Rijksoverheid komen. Dit is precies ook de reden waarom we als kabinet hebben gezegd, we gaan niet elke maand kijken wat we met het steunpakket doen. We trekken het gewoon door tot juli volgend jaar. Om toch enige voorspelbaarheid en ook duidelijkheid te geven. En daarna blijven we continu zoeken naar de situatie waar we in zitten. En helaas zitten we in de tweede lockdown op dit moment. Maar ik hoop dat we er snel mogelijk uit kunnen komen om weer meer perspectief te hebben, ook voor die ondernemers. Ja, wat voor effect zal het hebben op het campagnevoeren voor D66? Het is het tweede congres, hè? Het is het tweede online congres. Ja, dat zal echt wel consequenties hebben, denk ik. Ja, normaal wordt er druk geflyerd, ontmoeten we elkaar op straat, zijn er gesprekken. Dat gaat nu allemaal anders. Heb jij daar ideeën over? Ja, ik denk dat het voor een groot deel online zal gaan, misschien ook nog met vaker dit soort gesprekken. Ja, maar het ontmoeten van mensen zal er denk ik niet echt in zitten. En dat is gewoon super jammer, want daarmee blijf je ook steeds proeven wat er gaande is, wat er speelt, hoe dingen worden ontvangen. En dat is ontzettend belangrijk. Dus daar moeten we wel voor zorgen dat we dat blijven doen, denk ik. Ik denk zelf dat je ervan uit moet gaan, wat hebben we niet, maar wat hebben we wel en hoe kunnen we wel mensen op deze manier bereiken. Ja. Vanuit dat perspectief wil ik ook kijken naar die campagne. We hebben heel veel leden. Die leden kunnen het verhaal in het land ook vertellen. Die kunnen ook vertellen dat dit momentum doet ertoe. Ja, wij doen ertoe. We hebben 4 jaar regeringsverantwoordelijkheid genomen. En die periode is niet voorbij. Wil je iets bereiken, dan moet je iets langer in
puur in die regering zitten. Dat gun ik dat wens ik D66 nadrukkelijk toe. Ja. Jij hebt ook heel nadrukkelijk besloten om ook wel je gemeente in te blijven gaan. Ook mensen te ontmoeten. Niet alles vanuit huis te werken. Dat lijkt me ook bijna onmogelijk als burgervader. Zoals je natuurlijk ook wel genoemd wordt als burgemeester. Hoe heb je dat vormgegeven? Op verschillende manieren. Soms maak je gewoon filmpjes die je richting de studenten stuurt of richting de islamgemeenschap met Ramadan. Om even te laten weten dat je er bent, ook voor hun. Maar ook door fysiek in de stad te zijn of op bepaalde plekken er te zijn. Maar ook het team van wethouders. Je doet het niet alleen als burgemeester. Je doet het samen met andere bestuurders. Ook mijn gemeenteraadsleden. Ja, in de lokale krantjes. Pleeg ze af en toe heel badinerend de lokale leugenaartjes te noemen. Zijn ze natuurlijk niet, hè? Dat heb ik niet gezegd. Nee, dus. Ja. Die zijn heel belangrijk, maar daarin hun ook positie te geven van die raad. Dat is toch het hoogste orgaan, of de staat of de Kamerleden. En die moeten gezien worden. Dus daar ook mee samenwerken om die zichtbaarheid te vergroten van dat bestuur wat er is voor de stad. Ja, want het risico met een crisis is natuurlijk toch dat de luiken dichtgaan. Dat denk ik ook aan eigenlijk de onderwijsinstellingen in Nederland hebben een behoorlijke ambitie, ook als het gaat om het aantrekken van internationale studenten. Dat is voor de VU niet anders, neem ik aan. Hoe werkt dat eigenlijk dit collegejaar of volgend collegejaar? Nou, dat is heel interessant. Hè? Toen de crisis begon, dachten we dat het gaat kelderen. Hè? Die aantal internationale studenten. Maar dit collegejaar zijn we eigenlijk gegroeid. 10% in het aantal internationale studenten. Hadden we echt helemaal niet zien aankomen. Nee, dat is bijzonder. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het komt vanwege het feit dat Nederlandse hoger onderwijs eigenlijk echt heel goed is. Ja, dat is één ding. En het is value for money. En in principe is dat echt nog steeds zo. En als je mij vraagt, oké, wat gaat er volgend jaar gebeuren? Nou, kijk, mijn glazen bol is misschien net zo helder als die van jou. Maar ik denk dat de groeitrend dus zal gewoon blijven voortzetten. Want zoals Wouter zei, hè, er is ook nog wat hoop met de vaccins. En als er toch wel iets meer van reisbewegingen gaat komen, dan verwacht ik dat mensen die de studie hebben uitgesteld voor een jaar of zo, dat toch wel weer oppakken volgend jaar. Dus ik had niet kunnen voorspellen dat wij zouden groeien dit jaar. Maar nee, dat is wel zo. Dat is wel heel mooi, vind ik een heel mooi thema. Want we hebben toevallig 2 weken geleden van de cijfers over het derde kwartaal gezien. Ja. Daar hebben we gezien dat de Nederlandse economie en ook de werkgelegenheid weer is gegroeid in het derde kwartaal. Ja. Dat Nederland eigenlijk heel veerkrachtig heeft gereageerd na de eerste golf. En dat er ook de werkloosheid vorige week ging naar beneden. Dat is toch ook wel bijzonder om te zien dat ook weer mensen hun weg vinden naar sectoren waar nog steeds banen zijn. Hè? In het onderwijs, in de gezondheidszorg of in de techniek. Dat stemt me ook wel weer hoopvol. Hè? Dat je ziet dat Nederland veerkrachtig is. En als zo'n crisis achter de rug is, ook weer gewoon kan doorgroeien en naar de toekomst toe kan kijken. Ja, dat is een heel mooie observatie om te willen consolideren ook met het verkiezingsprogramma. Op welke manier doet D66 dat? Want jij bent natuurlijk ook de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Die gaan we straks hopelijk officieel presenteren als het helemaal wordt aangenomen. Welke lessen uit de crisis kun je nou consolideren in dat verkiezingsprogramma? Jeetje, dat is wel een hele grote vraag, ja, hoor. Ik denk we hebben nog even, dus ja. Ik zet een boom op. Nou, even waar we net mee begonnen, dingen als klimaatinvesteringen naar voren halen om een soort dubbele winsten te genereren. En banen en die klimaatverbeteringen sneller realiseren. Nadenken over de gevoeligheid van internationale ketens. We hebben het ook gezien in de eerste fase dat sommige medicijnen niet meer konden worden gemaakt omdat de grondstoffen uit het buitenland komen. En als dat verstoord wordt, heb je daar een probleem. Andere les. Ook de veerkracht breder van de arbeidsmarkt. Hoe gaan we om het leven lang leren? We zorgen ervoor dat mensen, als hun baan verdwijnt in de ene sector door structurele ontwikkelingen, dat ze toch een baan kunnen vinden in de andere sector. En zo staat het 220 pagina's vol met goede ideeën voor de toekomst van Nederland. Ongelooflijk. Die nog beter zijn gemaakt. Wie zou daar nou niet op willen stemmen? Ja. Ik weet het ook niet wie dat niet op wil stemmen. Nee. Onbegrijp. Frank, wat denk jij dat we, wat voor lessen we kunnen trekken uit corona richting de toekomst? Nou, een van de voorbeelden werd net genoemd en dat sluit aan op de idee van de veerkracht. Opeens konden we die kwantumsprong maken om digitaal onderwijs te doen, om elkaar te vinden en elkaar te gaan ondersteunen. Het is een andere, die digitale samenleving en de digitale economie is een werkelijkheid.
En dat biedt ook kansen. Zeker. Niet alleen maar bedreigingen. Je moet je ogen wel open hebben. En ik ben zo blij dat in ons verkiezingsprogramma, was de eerste die getoond werd in het land, dat daarin zoveel aandacht was voor die digitale revolutie die gaande is. En onze ideeën erover, over de digitale grondrechten, om een voorbeeld te noemen. Of dat je de big tech, de grote dataplatformen, ook eens goed gaat aanpakken en gaat bekijken hoe je daar anders mee om kan gaan. Ja. Dat vind ik kracht, dat we ook dat durven te benoemen en daarna kijken. Ja, kun je dat nog iets specifieker maken? Wat moet daarin aangepakt of bekeken worden? Wat zijn de grote problemen die we daarin zien dan? Nou, ik vind die digitale grondrechten het allerbelangrijkste eigenlijk. We denken van publieke waarden. Ja, die hebben we hoog staan als we eigenlijk aan het besturen zijn. De transparantheid, de toegankelijkheid voor iedereen, et cetera. Als ik puur kijk naar onze data die je hebt als persoon. Ja, en die bijvoorbeeld de social media allemaal hebben van ons. En hoe ze daarmee omgaan, wie beheert ze? En waar worden ze beheerd? Hier in Europa of in de Verenigde Staten? En wat betekent dat? Wie heeft daar toegang toe, tot die data? Ja, het is jouw informatie over jou als persoon. Ja. Die jij weggeeft. Nou, dat vind ik, dat moet veel veiliger en beter geregeld zijn. En in Europa, ik weet dat de eurocommissaris heeft zich er ook hard voor gemaakt. Nou, en daar moeten wij op inspelen als Nederlandse samenleving. Maar daar wil ik ook op inhaken. Hè. Kijk, in het onderwijs, zeker onderzoek, speelt nu open access, open science. Dat is een heel belangrijk onderdeel van. En daar is ook een kwestie van vanuit de publieke waarde opereren. Hoe zorg je wel voor dat de kennis die je genereert, eigenlijk meestal door belastingsgeld gefinancierd, hoe blijft het open voor de samenleving? Ja? En hoe zorg je wel voor dat die academische waarden, vrijheid en openheid toch wel geborgd blijven? Ja? Dus het, en dat het niet in het bezit komt van een commerciële partij. En dus, dat zijn dingen die nu ook spelen. Ja. En dat is echt even precies aansluit bij wat je zegt, Frank. Ja, en het belang daarvan is natuurlijk nog eens ontzettend onderstreept door deze crisis en de digitaliseringsslag die in een soort stroomversnelling is gekomen, ook inderdaad. Als ik jou zo beluister, inderdaad. Is dat ook een thema wat binnen de Jonge Democraten erg speelt? Ja, zeker. Op welke manier zijn jullie daarmee bezig? Nou, we zijn op verschillende manieren daarmee bezig. We hebben toevallig ook laatst een debat gehad over digitalisering en alle kansen die dat met zich meebrengt, maar ook alle problemen die dat ook tegelijkertijd ook weer met zich meebrengt. We zien het bijvoorbeeld nu met proctoring. Proctoring is het monitoren van studenten tijdens tentamens. Dus dan kan een student thuis een tentamen maken. Maar tegelijkertijd moet je dan wel je camera aan hebben. En je moet van tevoren je hele kamer hebben gescand. Nou, en doen jullie dat ook bij de VU? Maar kijk, wat wij doen bijvoorbeeld is een desk scan. Ja? Je hoeft niet de hele kamer te doen, maar wel je werkplek. Weet je? Dus er zijn. Kijk, ik snap. Ja, hoeveel lavalampen wil je zien, inderdaad? Nee, ik snap heel goed die vraag. Ja, hè? Ook vanuit de jongeren. Maar wij proberen daar ook nog die impact eigenlijk zo min mogelijk te hebben. Ja. Dus je kunt ook nog manieren vinden, hè, waar je dat in, zeg ik maar, low impact doen. Hè. Ja. Ik wil niet zeggen dat er geen impact is, er is altijd impact. Ja. Maar waar wij zeggen ook dat online proctoring bijvoorbeeld eigenlijk de laatste oplossing is. Ja. Dus je zoekt andere oplossingen en dan alleen als die niet kunnen, dan ga je naar online proctoring. Maar waarom? Ik snap het ook gewoon eigenlijk echt niet. Waarom zou je naar zo'n hele kamer, zodat je niet weet dat er ergens een speakbriefje ligt? Of dat je een andere student naast je hebt zitten die ondertussen de antwoorden even doorgeeft bijvoorbeeld. Maar die verstop je dan toch even achter een greenscreen? Je kan toch ook even binnenwandelen alsnog? Nee, maar het zit hem ook in. We weten niet wat er met die data gebeurt als studenten. Want het zijn heel vaak Chinese bedrijven die software aanleveren. En het is in ieder geval vooral in het begin van de coronacrisis was volstrekt onduidelijk wat er vervolgens met jouw beelden gebeurde. En dan moet je voorstellen dat je soms uren achter je laptop tentamen zit te maken. Dat is niet even een kwartiertje. Een kwartier is al best wel een inbreuk, maar dat kan echt uren doorgaan. Nou ja. Ja. Dat zijn thema's waar we als Jonge Democraten nu vooral mee bezig zijn. Dat is inderdaad wel een hele nieuwe dynamiek, Wouter. Ja, het is zeer terecht dat je daar zorgen over hebt. Dat we ook als overheid de vinger aan de pols moeten houden en de goede wetgeving moeten maken om ook partijen, zal ik maar zeggen, te begrenzen in hun mogelijkheden. Ja. Wat ik zelf even het verlengde van deze discussie, wat je zelf ook ziet bij de big tech discussie, is dat in de technische wereld mensen de platformen de neiging hebben om een soort monopoliepositie te krijgen. Exact. Dat ze gewoon
de winner takes all principe. Dus dat er maar een paar overblijven die uiteindelijk de eigenaar zijn van alle data die er zijn, zou ik maar zeggen. En dat vind ik wel heel kwetsbaar, ook vanuit democratisch perspectief. Ja. En vanuit economisch perspectief ook, maar vooral vanuit democratisch en mensenrechten perspectief. Is dat echt wel een opletpunt voor ons als partij, vind ik. Ja. Ja. Daar lopen we ook in voorop, gelukkig als partij. Zeker. Ja. Ja. Wat zouden we gezien hebben als jij vroeger jouw studentenkamer had moeten laten zien? Daar ga ik niet over in het openbaar. Dat is nou die privacy die beschermd moet worden. Ja, ja, nee, ik begrijp het helemaal. Heel erg hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. En ik ben heel erg benieuwd om zo dadelijk het verkiezingsprogramma ook te zien en van Sigrid te horen daarover. Blijf gezond. Bedankt allemaal voor jullie bijdrage hier aan tafel, Leonie, Frank Vienot en Wouter natuurlijk. Dank jullie wel. We zoeken het hoger op.